dat hij mij nog kan? Ik heb weer een nieuwe baan. Of baan, nee. Het is, eigenlijk is het een baan en een club in één. En ook of dat het gewoon thuiswerk is. Dus dat je de deur niet vooruit hoeft. En dat je er 2 kwartjes per minuut mee kan verdienen. Goed, hè? Vind je hartstikke leuk? Hoe kom je aan zoiets? Nou, ik zal het u vertellen. Ik zat me altijd kapot te vervelen. Thuis een beetje hangen, weet je. En daar werd ik overspannen van. Dus ik naar een psychiater bij ons in de straat. En ik heb even met hem zitten babbelen. Hij zag het meteen. Hij zei, mevrouw, u moet een leuke baan nemen. Op een paar leuke clubs gaan. Hij zei, tot u veel onder de mensen komt. Hij zei, en die mensen kunt u daarna gewoon naar mij doorverwijzen. Dus, ik in de krant gekeken. En ook of dat ik hem er gewoon bij opensloeg. En toen viel mijn oog bovenop een advertentie. Met letters erbij, hoor. En er stond er, Relax Club Thompson. Zoekt een mooi meisje. Ik denk, nou, daar ben ik wel, hè. Met een zwoele telefoonstem. Ik denk, nou, die heb ik ook, hè. En een rijke fantasie. En er stond onder goede verdiensten. Ik denk, hoe is het mogelijk, hè? Dat je gewoon op een club mag, dat je nog geld toe krijgt ook, hè? Dus ik heb het meteen gebeld of ik even langs mag wippen. Nou, en toen bleek het een hele chique gymnastiekclub bleek het te wezen. Allemaal van die meisjes in van die glitterpakjes. Die waren daar aan het gymnastieken met zakenmensen. En... Nee, ik hoefde niet mee te gimmen, nee. Ik mocht met de baas mee, naar het kantoortje voor een gesprek met Joop. Oh, jongen. Toffe kerel, jongen, die Joop. We hebben zo fijn zitten kletsen, want hij vroeg alles eigenlijk. Of tot ik het gezellig vond met mijn vrienden aan de telefoon en zo. Hij vroeg ook of ik bezwaar had tegen, zou maar zeggen, of tot ik ervaring had, vroeg hij eigenlijk meer. Of ik ervaring had met Playboys. Nou, ik zei, ik wel, hoor. Ik kan er soms flink mee te keren gaan, hè. En, toen wou je nog meer weten hoeveel rollen ik normaal gesproken deed. Ik zei, ja, normaal gesproken doe ik 4 rollen. Tenzij ik flink heb gesineerd, stelde dan maar een rol van. Nou, en toen was ik aangenomen. Ik hoefde geen eens een medische keuring, hoefde niet. Nee, wat Joop zegt, hij zegt, dat doe ik van de week zelf wel even, dus... Dus waarschijnlijk is hij ook arts. Dus nou, en toen zijn ze vanochtend van de PTT gekomen. Joop was erbij. We hebben die telefoons neergezet. Heb ik de 65-plus leutelijn. Dat is voor mijn oudere vrienden. Intiemlijn. Joop zegt, dat is people's met heavy troubles. Dus ook Engels ook. En dan heb je de triofoon. Nou, die is nog niet gegaan, maar het woord zegt het zelf natuurlijk al, hè. Trio, hè. Dus, muziek erbij. Nou, en Joop zegt, hij zegt vooral rekken die gesprekken, hè. Want op elke telefoon zit een teller. En iedere tik tot hij overgaat is 2 kwartjes. Hij zegt, en voor de rest moet je natuurlijk enorm heet houden. Dus nou, ik heb een das omgedaan. Een muts op. Dus koud krijg ik het natuurlijk. En nou maar afwachten tot er iemand belt, hè. Want u denkt, je verdient niks, die telefoon gaat niet. Maar ik heb 6 telefoontjes gehad voor de eerste dag, dus prima. En voor de rest heb ik natuurlijk zelf ook zitten bellen. Dus, want ik had vrienden in het buitenland, nou die teller ging te keel. Oh, ik moet even nou op gaan nemen, hoor. Want belt je weer een vriend. Met je intiemlijn. Wat u? Nee. Tenminste, nee hoor. Nee. Nee. Nee, ik heb geen kale poes. Maar hoezo? Niet maar even. Hoezo? Ben u hem kwijt dan? Nee, maar ik heb wel een goudvis. Ja, ja, natuurlijk. Hij vraagt of die nat is. Tuurlijk. Maar je moet ook niet proberen om hem af te drogen. Dat wil je niet, hoor.
Ik denk dat het een dierenarts is. Dat moet even rekken, hè? Voor de kwartjes. Maar wat ik vraag wel, heb je zelf ook beesten, hè? Oh, mamotje. In uw hand, ja, mamotje. Oh, dan is die natuurlijk tam. Oh, die is hartstikke wild. Ja, de wilde marmotten bezig. Een bosmarmot natuurlijk, hè? Nee. Nee, zie je, nee, dat moet u juist niet doen. Nee, want zo maak je ze wild. Zo, hij trekt als een koppie. Zo maak je ze wild. Hij knijpt hem dood. Ik zit gewoon te shaken. Ik dacht eerst nog, misschien is het wel Martin Gauss. Maar dit was een rare snuiter, hè? En toch, meestal hou je de vrienden over. Want ik heb vanmorgen 6 telefoontjes gehad. Ik heb zeker 5 vrienden erbij, want nou, ik weet nog precies wie belde me. Ik had 1, ja 1, 2, 3. 3 astma-patiënten had erbij. Ontzettend benauwd hoor, dat wel hoor. En wat nog meer? Oh, sigarenman, sigarenman. Maar ik denk dat hij wel gewoon belde voor een enquête of zo. Want hij vroeg dus of ik bezwaar had tegen pijpen. Ik zeg, het moet natuurlijk wel voor het open raam zijn. Anders word je misselijk. En, oh, een piloot belde mij. En die wilde met mij naar een hoogtepunt. Vond ze leuk. En een Oostenrijker had ik ook. Tenminste, ik denk haast bijna zeker wel dat een Oostenrijker was. Maar hij zei tegen mij, ik zit hier aan de telefoon in mijn leren broekje. Dus. Nou, en later begon hij ook te jodelen. Ja. Wist ik genoeg? Oh, via telefoon. Met de 65-plus leutelijn. De beste pot. Ja, ik wacht hoor. Ja, ik heb een bejaarde thuis. Vanmorgen die sigarenman ook van. Dus we beginnen hem even door. Met de 65-plus leutelijn. Hallo, opa. Hallo, jong. Nee. Jij mag jouw geheimpje aan mij verklappen, hoor. Dat is veilig bij mij. Oh, nee, mij begrijp. Dus u zit in uw schommelstoel en u krijgt hem niet omhoog. Zo, wat moet je nog technisch wezen ook zeggen? Ik kan hem wel naar een doe-het-zelf-zaak doorverbinden, ben ik de kwartjes kwijt, hè? Dat doe ik niet. Nou, krijg je hem omhoog, hè? Nou, weet ik wel. U moet hem flink heen en weer bewegen. Nee, niet met de handen, hoor. Nee, met de voeten. Ja, jij kunt de schoenen aanhouden, jawel, nee. Nee, het is gewoon dus even met de voeten aantikken. En dan ziet u maar eventjes omhoog komen, gelijk uw volle gewicht naar achteren. Ja, nou, dan wil je wel bewegen, hoor. Ja. Oké, fijn hoor, jong, oefen maar, hè. Doedeli doedie. Doepie doepie doe, oe. Ja, ik rek het afscheid, want die teller gaat over. Dan heb ik weer 2 kwartjes erbij, hè. Want Joop heb het eerlijk gezegd, hij zei, jij krijgt 2 kwartjes per minuut. Nou, dan hoef hij dus maar 1 kwartje van te hebben, dus. Ik zit nou op 158 kwartjes. Min 1 voor Joop. 157, lekker, hè. En dat met zulk fijn werken. Het is alleen bloedheet. Goh, ik stik de mond. Ik trek wat uit, hoor. Het kan me niet schelen, hoor. Joop kan de pot op. Ik doe mijn muts af. Ja, tuurlijk. Dan moet kunnen. Oh. Gaat nou lekker, hè. Vanochtend druppelt het met worden. Nou pieken. Met de triofoon. Ja. Ja, dat is ook Spaans. Ik ook. Ik ben ook zo heet. Zeg het net, bloedheet, hoe is het mogelijk, hè? Ja, ik zit hier gewoon met mijn muts in mijn hand.
Maar bij jou is het erg warm, hè? Want jij hijgt ervan, hè? Ja, het is... Er komt iemand tussendoor bij mij naar binnen. En ik wil hem eigenlijk heel snel nemen, even, als jij het goed vindt. Mag het? Dan pak ik hem even, ja? Ja, doe ik. Ja, ik kom! Daar ben ik weer, hoor. Nee, dat doe ik heel vlug. Doe ik altijd zo vlug, ja. Ja, het is bloedheet, ja. Er komt er nou eentje achteraan. Ik heb nog nooit eerder meegemaakt, maar ik pak hem erbij. Want ik vind het zonde als die gaat hangen. Ja, pak hem erbij, ja. Ben bijna klaar. Ja, ik ook bloedheet, ja. Wat heb jij? Wat heb jij? Jij hebt een orgasme. Nee, ik niet hoor, nee. Nee, ik heb gewoon centrale verwarming. Ik zit nu op hete kolen ook. Ja, want die twee die ik net snel genomen had, die liggen nu nog te wachten op tafel, dus... Ja, ik neem ze natuurlijk nog een keer, natuurlijk. Oh, hij bedankt. Hij blijft gewoon meeluisteren, de goede vrienden, goede klant. Ik kom, ja, ik ben bijna klaar. Tjonge, joh, dat noemen ze relaxclub, zeg. Nou, ik vind het pees, hoor. Met Intimeline. Heb opgehangen. Toch 2 kwartjes. Met de 65 plus leutelijn. Hai, op! Het is mijn baas. Ik wist niet dat je al zo oud was, Joop. Oh, je wordt oud van mij. Hij wordt oud van mij. Huh? Nee, maar... Nee, maar toch had ik... Oh. Oh, heel fijn. Oh, bedankt, Joop. Toedeloe. Mijn baas, hij is zo tevreden. Hij komt straks meteen eens even flink met me afrekenen. De eerste dag al. Nou, en hij zei erbij, hij brengt 2 konuiten mee. En die komen meteen bij mij de hele boel verbouwen. Nou, als dat geen vriendschap is. Toedeloe.